Goedenavond allemaal. Het is 7:05, dus het is ook tijd dat we gaan beginnen met deze oriënterende ronde. Iedereen hartelijk welkom, vooral ook de jeugdige mensen op de tribune. Dat gebeurt niet zo vaak, dat vinden we jammer, dus we zijn vandaag ook heel blij dat jullie er wel allemaal zijn. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de inbreng onder agenda punt 4 over de 5 pitches die gedaan zullen worden. Dus ik wens jullie ook alvast succes. We beginnen bij agenda punt 1, opening en mededeling. De vergadering is geopend. Er is één mededeling. En dat is dat afgelopen vrijdag is er buiten het monument Levenslicht onthuld. En daar heeft wethouder Ter Rietstap ook wat over verteld, naar aanleiding van de wandeling die we door Hardenberg hebben gemaakt. Of eigenlijk een groot aantal mensen door Hardenberg hebben gemaakt. Het idee is om na deze O-ronde met de hele raad even naar buiten te lopen, waar de wethouder nog een keer kort iets zal zeggen over het monument en de achtergrond daarvan. Dan zal er ook een foto worden gemaakt van de raadsleden die er zijn bij dat monument. En daarna kunt u weer terug naar binnen. De vraag is dus ook of u even wilt wachten met het scoren van een vers kopje koffie tot dat allemaal voorbij is. Dat was de mededeling. Zijn er nog andere mededelingen? Niet? Dan zijn we al bij agenda punt 3, dat is het spreekrecht. Er heeft zich één inspreker gemeld, dat is meneer Vos, die over hetzelfde onderwerp als 2 weken geleden zal inspreken. Dat gaat over het instellen van crisisteams. Meneer Vos. Dank u wel, voorzitter. Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden. Onlangs kreeg u van mij een eerste aanzet voor het plan voor het opzetten van crisisteam Hardenberg. Mijn ogen zijn opengegaan na het onlangs gepubliceerde geval waarbij de overheid een ex-gedetineerde deed plaatsen in een bed and breakfast. Voor de duur van 4 weken was het onmogelijk voor de ex-gedetineerde om contact te krijgen met de overheid om de wettelijke zorg geleverd te krijgen. Onlangs had ik 2 maal contact met de burgemeester van Zwolle over deze zaak. De heer Snijders heeft zich onlangs scherp uitgelaten over het besluit om politieagenten uit onze regio naar elders te verplaatsen. De veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden. De overheidsfunctionarissen echter doen nog steeds voorkomen dat zij zelf niet verantwoordelijk zijn voor het falen van de overheid. Ikzelf, de ex-gedetineerde en journalisten communiceerden met burgemeesters, met GGD-vertegenwoordigers, met thuiszorgmedewerkers, directeuren van de PI in Zwolle, de nationale ombudsman, de WMO van Hardenberg, met raadsleden en met een 10-tal ambtenaren in 5 gemeenten. 1 ding werd duidelijk. De overheid is zo versplinterd in het toewijzen van wettelijke voorzieningen dat als 1 onmachtige ambtenaar het laat afweten, alle andere overheidsfunctionarissen niets kunnen uitrichten. Als een burger de wettelijke voorgeschreven zorg en middelen wenst gerealiseerd te zien tegenover een onmachtige overheid, moet men soms een jarenlange juridische strijd leveren. De burger is in acute gevallen op zichzelf aangewezen. Er is geen vangnet aanwezig voor acute gevallen. Nu is het de vraag of Hardenberg de eerste gemeente gaat worden waarbij de gemeenteraad en college de bevolking gaan oproepen om zelf verantwoordelijk te worden voor acute hulpverlening. Hardenberg is eerder de eerste gemeente geweest en heeft reeds in de tijd van burgemeester Snijders bewezen dat ze de meest toegankelijke gemeente van Nederland willen zijn. Hardenberg kan ook de veiligste gemeente worden. Hardenberg kan de eerste gemeente worden waar acute hulp binnen minuten kan worden geleverd. Hardenberg kan de eerste gemeente worden waar er niet gewacht hoeft te worden totdat overheidshulp beschikbaar is. In ieder van de 29 woonkernen kan een buurtactieteam opgericht worden die dag en nacht oproepbaar is om een verscheidenheid van acute problemen op te lossen, totdat structurele hulp beschikbaar is van de overheid. In het geval van de ex-gedetineerde duurde het 4 weken met veel mediageweld voordat de ex-gedetineerde een plek vond in Hengelo. En de oplossing kwam niet van de zijde van de overheid. De overheid valde op alle niveaus.
juist vanwege de ontoereikendheid van de regelgeving, faalde de overheid. Onmacht. Nu is het de vraag of de gemeente Hardenberg de komende jaren een crisisteam Hardenberg wil gaan opzetten. Indien dit het geval is, hoeveel tijd gaat er over voordat de gemeente de besluiten gaat nemen? Ambtelijke molens malen langzaam, is het spreekwoord. Mijn vraag rechtstreeks, gericht aan u als college en als gemeenteraad, welke prioriteit wilt u dit geven? Het kan naar mijn inzicht binnen maximaal 3 jaar volledig opgezet worden, als u in uw eigen fracties het besluit hiertoe neemt. Maar dan moet er een realistisch plan gemaakt worden, waarbij iedere maand vooruitgang geboekt wordt. Dit is niet het werk van 1 of 2 personen, maar het werk van de gehele gemeente Hardenberg. Burgers willen betrokken worden in het vinden van oplossingen. Maar de overheid wil niet dat burgers nou betrokken raken bij die oplossingen. Waarom? Naar ik meen wil Hardenberg dat nu juist wel. U spreekt namens Hardenberg. Wilt u een crisisteam? Hardenberg kan het voorbeeld worden van hoe de overheid en de burgers schouder aan schouder gaan staan en zeggen, we hebben elkaar nodig. Laat de voet niet zeggen tegen de hand, ik heb u niet van nodig. We hebben vele betrokken kerken in Hardenberg. We hebben veel verenigingen in Hardenberg. Veel mantelzorgers, vele vrijwilligers, noberschappen en vele betrokken overheidsfunctionarissen. Word als gemeenteraad ook betrokken bij het crisisteam. De overheid kan niet alle problemen oplossen. Erken de onmacht van de macht. De burger is niet gericht op regelgeving zoals de overheid, maar denkt veel meer oplossingsgericht. Erken dat de overheid het samen moet doen met de burger. Samen kunnen we dit doen. Laten we dit dus samen gaan doen. Laten we dit samen gaan doen. Dan kunt u later zeggen, ik heb aan de wieg gestaan van het crisisteam Hardenberg. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Vos. Zijn er vragen voor meneer Vos? Meneer Stelpstra? Ga uw gang, meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Meneer Vos, ik wou u erop wijzen dat u de vorige keer dezelfde inspraak heeft gehouden. U heeft ook al een stuk opgestuurd. Het is denk ik efficiënter voor iedereen zijn tijd dat u even wacht tot u een reactie krijgt van het college. En niet weer dezelfde soortgelijke inspraak herhaalt. Dat wil ik even meegeven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Dank u wel, meneer Vos, voor uw inbreng. Dan gaan wij verder met de agenda. En dat is agenda punt 4. En dat betekent dat er 5 jongeren zullen pitchen. Ik kreeg de vraag of ik de raad even wilde meegeven dat deze pitchafspraak, zo zal ik het maar noemen, 10 maanden geleden al is gemaakt. En ook al dat men toen ook al is begonnen met de voorbereidingen. Dat betekent ook dat er in ieder geval 1 onderwerp deels al gerealiseerd is. Voor het begrip deze mededeling vooraf. Ik ga de volgorde aanhouden zoals die op de agenda staat. En dat betekent dat ik, als jullie aan de beurt zijn, jullie gewoon jullie bij naam noem. En dan kun je hier achter het spreekgestoel plaatsnemen. En ik hoop dat ik het goed zeg, want het zijn niet allemaal makkelijke namen. De eerste gaat over het stimuleren van de IND om sneller de vluchtelingen te helpen met hun asielaanvraag. En dat wordt gedaan door Ghazal Baninayarian. Ja, ik ben Ghazal en ik ben 15 jaar. Mijn gezin en ik kom uit Iran. Mijn vader is Amir Hossein. Hij was senior ingenieur bij een groot bedrijf. Hij heeft een onderscheiding van een president gekregen voor een uitvinding in de industrie. Mijn moeder is Naïm. Zij was docent biologie. Zij gaf les aan de leeftijdsgroep 13 en 14 jaar. Ik heb een zusje. Zij is 9 jaar. En mijn vader was een politicus in Iran, omdat mijn vader weigerde samen te werken met de regering en de veiligheidstroepen, omdat hij wist wat ze deden, veel burgers doden. Zagen de veiligheidstroepen en de regering hem als een bedreiging voor zichzelf. Ze wilden hem
gevangen zitten en dan zal hij misschien gedood zijn. Papa moest vluchten en wij, mama, mijn zusje en ik, moesten hem vergezellen. We zijn uit het land gevlucht om het leven te redden. En gelukkig zullen we asiel aanvragen in Nederland. Daarom zijn we nu in het AZC Trappel, Boedel, Hardenberg en weer in Trappel en Hardenberg. In het AZC leven veel mensen allemaal met hun eigen probleem. Ze werden allemaal gedwongen te vluchten voor bedreigingen en om hun familie te beschermen. Ze komen uit landen als Turkije, Iran en Arabische landen en ook uit Afrika en andere landen waarin de leider een dictator is. De mensen maken zich zorgen, ze hebben niets van waarde, ze moeten vluchten met hun probleem. Ze kennen de toekomst niet, wat is de toekomst voor ons allemaal. En we kunnen niet teruggaan naar onze landen, omdat we zijn vertrokken of anders naar de gevangenis moeten. En we kunnen ook niet teruggaan naar het verleden. Mensen in het AZC hebben geen toestemming om te werken. Ik zie mijn vader en andere ouders die in het AZC zijn en die hun kinderen niet de dingen kunnen geven die ze willen en dat is slecht voor de ouders. We danken God allemaal voor alle moeilijkheden waaraan we hebben kunnen ontsnappen uit autoritaire landen, omdat er mensen zijn bijvoorbeeld in gevangenis zitten of zelfs zijn omgekomen. We zijn niet voor het plezier en rondleiding gekomen, maar om te ontsnappen en we werken weer hard en we willen iets doen. En mijn titel is Weinig mensen in het AZC hebben rust. Zij moesten uit hun land vertrekken met een oorzaak. Zij moesten hun land en hun familie achterlaten. Alle vluchtelingen hebben rusttijd nodig om zich te voorbereiden op hun interview. Als dat lang duurt, wordt het vervelend. Want de toekomst van de mensen in het AZC is niet duidelijk. De kamer is gesloten en de ouders en kinderen wonen samen in dezelfde kamer. En kinderen zien dat ze omgemaakt van hun vader en moeder en dat is niet goed. En verzoek u de procedure van de IND te versnellen. Een sneller interview, een sneller beslissingen en weer sneller voor de volgende interviews en dan sneller en beslissingen om naar het huis te gaan. En ik zie bijvoorbeeld kinderen dat die agressief zijn en 's nachts wakker worden en huilen. Bijvoorbeeld ik zie ook mijn zus en andere bijvoorbeeld kinderen dat AZC heb ik gezien. En nog iets te geven, kinderen jonger dan 18 jaar, €14. Wat kan een kind van 15 jaar daarmee doen? En ook naar school is moeilijk. Ik zou al naar het Vechtal College in Hardenberg gaan, naar 2 HAVO-VWO. Maar in vakantie moest ik ineens naar Trappel voor interview door de IND. En dit was heel naar, maar gelukkig kon ik al snel naar RSG. Ook naar 2 HAVO-VWO gaan. Ik dank mevrouw Anne voor het mentaal helpen van mij en mijn ouders. En natuurlijk heel erg bedankt voor de meneer Rijming, directeur van Talenschool Hardenberg en docent van Talenschool. En ze zullen altijd in mijn gedachten blijven, omdat zij degenen waren die mij hebben geholpen. En ook bedankt voor meneer Krieke, directeur van ISK, die mij ook geholpen heeft naar Nederlandse school is te gaan. Bedankt voor uw tijd en aandacht. Dankjewel. Zijn er vragen voor Ghazal? Meneer Van der Wel, meneer Rodemond, meneer Wiet en mevrouw Van der Veen. Ik begin bij meneer Wiet. Ja, Ghazal. Dankjewel voor je pitch. Mijn vraag is, heb je zelf ideeën hoe het allemaal beter en sneller kan?
Ja, ik wil graag dat ze nu krijgen we eigenlijk interview gehad. Maar we moeten nog steeds, ik weet niet dat ze, misschien dat jullie weten dat ze wat gebeurt in Iran. En is het, ja, is het, ja, ruzie tussen ja, Amerika en Iran, is het echt niet zo leuk. En ja, volgens mij is het echt, Iran is het niet veilig. En ja, zijn we 1 jaar en 4 maanden, 5 maanden in Nederland en krijgen een interview. Maar we moeten nog steeds wachten voor krijgen een antwoord. En deze is het echt lastig, dat ja, we weten nog niks. En ja, is het, ja ik wil graag dat personeel de bijvoorbeeld de antwoord krijgen, de interview krijgen. Is het, ja. Dank je wel. Even kijken, meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ghazal, allereerst complimenten voor je inbreng. En ook dat je, vind ik al, heel erg goed Nederlands spreekt. Volgens mij ben je hier minder dan een half jaar, begrijp ik dat goed? Ja. En dan, nou ja, mijn complimenten. Het is geen makkelijke taal volgens mij om te leren. Nou ja, mijn collega Arsenio die vroeg al of je ideeën hebt om het te versnellen. Hoe is het voor jullie als gezin om nu in die onzekerheid nu te zitten? Want je begint eigenlijk met de beroepen van je ouders. Ik neem aan dat ze ook graag vastigheid willen en is misschien wel willen werken. Ja, is het lastig dat ze bijvoorbeeld dat ze nog niet krijgen antwoord? Eigenlijk mijn ouders kunnen niet werken. En is het lastig dat ze elke dag moeten, ja, bijvoorbeeld, ja, niks om te doen, ja, alleen koken, alleen, ja, bijvoorbeeld de schoonmaken, is het zo? Is het zo is lastig, want ze, ja, ja, kunnen niks om te doen bijna 1 jaar, 4 maanden, 5 maanden. En, ja, we weten nog niks, is het, ja, is het. Dankjewel. Even kijken, meneer Van der Wel. Ja, mijn vraag is inmiddels gesteld, voorzitter. Maar ik wil je echt een groot compliment maken. Niet alleen dat je al zo goed de taal spreekt, maar ook hoe je hier staat en hoe je je hier presenteert. Echt heel knap. Dus echt een groot compliment. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Van der Veen. Ja, ik had inderdaad ook de vraag die jij stelde, Arsenio. Ik was nog wel even benieuwd. Je bent ondertussen gestart op het Vechtal. En was het voor jou makkelijk om in de klas je plaats te vinden en ook mee te gaan in de snelheid van het onderwijs? Was het niet zo makkelijk eigenlijk. En, want in RSG-therapie dat we hebben verhuisd eigenlijk moest ik naar de vakantie naar Vechtal College gaan. Maar we hebben verhuisd voor interview en ja, was het zo moeilijk, want dat zeggen dat kan je niet naar Nederlandse school gaan in eigenlijk in ja in Trappen. En is het ja bijvoorbeeld ja we moeten kijken dat heeft plekje of niet. Oké, moet je wachten. En was het zo niet zo makkelijk eigenlijk, maar ja, maar gelukkig dat de directeur van ISK, meneer Krieken, ja, hij zei dat. Dankjewel, Ghazal ook. Je mag weer terug naar de tribune. Alle vragen zijn gesteld. Ik wil voor de goede orde wel even opmerken dat we toch wel met meneer en mevrouw en achternamen blijven werken, ondanks het feit dat we jeugdige insprekers hebben. De tweede inspreker, dat is een makkelijker naam, dat is Michel Vermeer. Ik ben Michel, 15 jaar. Ik zit op derde klas, HAVO op het Vechtal College. En ik ben Nederlands, mijn vader is Nederlands, mijn moeder is Indonesisch. Ik zit op kickboksen en schietsport. Ik woon in Hardenberg, Marslanden. En ik fiets wel vaak rond. Vooral rond buiten Hardenberg. En dan fiets soms, moet ik terugkomen naar huis doen en dan fiets soms in de avond. En dan wordt het wel heel donker. En dan heb je daar dus wel een lampje op de fiets. Maar dan kan je niet zien wat ver afkomt, want de lampjes zijn niet zo ver. En zie dat in één keer heel weinig lantaarnpalen zijn. Zo weinig zelfs, ik kan zelfs bij misschien een kilometer, misschien 2 zijn of 0. En dat is niet echt veilig voor de mensen die er fietsen. Heel veel scholieren.
ook in Hardberg, vechtelcollege, komen heel veel scholieren juist vanaf de kant van Marienberg, Sipkeloon. En dan zie je al die groepen daar fietsen, maar dan zonder lantaarnpaal. En dat kan soms wel levensgevaarlijk zijn. Van de ochtend, heel vroeg in de ochtend, of juist heel laat in de avond. Dus ik vind dan eigenlijk dat er meer lantaarnpalen moeten komen richting Marienberg, Sipkeloon. Want ook wil Hardberg mensen stimuleren om te gaan sporten en gezond te blijven. Maar om dat te kunnen doen, moeten ze ook veilig naar een plek te komen waar ze juist kunnen sporten. Of waar ze juist een rondje kunnen fietsen. Ja, ook is het ook veilig voor automobilisten als ze fietsen kunnen zien aankomen. Als ze zien aankomen door lantaarnpalen. Want niet iedereen heeft fietslampjes. Sommige mensen denken van ja, dat is toch normaal fietslamp te hebben. Dat is hun eigen zorg. Maar soms werkt die fietslamp niet, bijvoorbeeld door de regen. Of omdat mensen geen tijd hebben om te vervangen. En sommige jongeren, die boeit het ook niet. Maar dat betekent niet dat ze niet veilig mogen zijn. Ik vind daarom dat de gemeente lantaarnpalen moeten plaatsen bij de wegen die naar Marienberg, Sipkeloon gaan. Dat was het. Dankjewel. En het zal duidelijk zijn waar het over ging, want dat vergat ik er net bij te vermelden. Wie heeft er een vraag aan Michel? Meneer Jonkhans? Meneer Wiet ook, dat kan. Verder nog mevrouw Soeten. En mevrouw Peltjes. Mevrouw Soeten, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, Michel, wat je zegt, dat had ik gezegd kunnen hebben, want ik woon in dat gebied en ik vind het daar ook erg donker, dus dat ben ik met je eens. Maar nadenkend over dat gebied, dan denk ik altijd elke dag lantaarnpalen, die altijd branden, is misschien ook wel jammer. Dus ik snap je zorg, maar zouden we ook samen naar een creatievere oplossing kunnen kijken? Heb je daar ook over nagedacht? Daar heb ik inderdaad naar over gedacht. Dat ik ook veel fiets en reis. Heb ik ook bijvoorbeeld in de Veluwe gezien, in dat gebied. Hebben ze bijvoorbeeld groene lantaarnpalen, dat is goed voor de dieren. Of lantaarnpalen die werken op sensoren als je beweegt. Heel goed. Mevrouw Peltjes. Ja, dank je wel voor je inspraak. Ik vind het ook een belangrijk onderwerp. Ik ben het met mevrouw Soeten eens. Veiligheid is belangrijk, maar er is ook behoefte aan minder licht. Daarom heb ik heel veel respect voor je antwoord, dat je hier ook over hebt nagedacht, over die groene lantaarnpalen. Want ik ben ook van de duurzaamheid en dat ook voor mensen dat het veilig is, maar dat die dieren ook een goede leefomgeving hebben. Dus dank je wel dat je ook na hebt gedacht over de oplossing hierin. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Ja, dank je wel. Bedankt voor je bijdrage. Het interesseert mij ook altijd enorm fietsen. Maar waar ik wel een beetje van schrok is dat je zei, want ik vond de oplossingen die je net aandraagt, vond ik super. Van een gevoelige verlichting die je aanspringt als je langs fietst. Maar je hebt natuurlijk voor je eigen veiligheid ook altijd wel de verantwoordelijkheid om licht op je fiets te dragen. En om dat dan af te schuiven en te zeggen van nou, er moeten maar lantaarnpalen komen, nou, daar ben ik dan weer wat minder van. Dus als je dat er nog aan toevoegt, van dat iedereen in het donker ook fietslampjes gebruikt, nou, dan heb je mij helemaal aan je zijde. Dat was geen vraag, dus dat wordt ook lastig antwoord geven. Maar dank u wel, meneer Jonkhans. Meneer Wiet, ga uw gang. Ja, dank je wel, Michel. Ook een goede pitch. Je hebt je goed voorbereid, dus complimenten daarvoor. De vraag die ik had, die zijn eigenlijk al gesteld. Maar had ik nou goed begrepen dat mevrouw Soeten had gevraagd of je met haar in contact wilde komen om te kijken naar de locatie, om te kijken of de veiligheid echt zo in het ding is daar. Had ik dat goed begrepen? Nou, Michel, als ik zo vrij mag zijn en voorzitter, als ik mag reageren, dat heeft u goed begrepen, meneer Wiet. Dat heb ik inderdaad gezegd. Oké, dan mag ik me, ik sluit me daar graag bij aan. Dank je.
Dank u wel, meneer Wiet. Mevrouw Verschuren. Dank u wel, voorzitter. Michel, we hebben elkaar net al vluchtig gesproken. Vorige jaren hebben we elkaar ook al getroffen. Toen zaten we met ons drieën samen met burgemeester Snijders toen de tijd aan de tafel. Wat me toen al is opgevallen, hè, dat je, nou, je durft je woordje te staan. En dat merk ik nu ook weer. Een chapeau daarvoor. Ik kijk even om me heen de dingen die gezegd zijn. We hebben afgelopen jaar hebben we hier via het Vechtalcollege was dat. Alfa College, hebben we hier debatrondes gehad. En ook daar kwam een aantal fietsroutes hier in gemeente Hardenberg aan de orde. En ook de verlichting daarvan. Dus het is goed, wat mevrouw Stoeten al aangeeft met de heer Wiet, om het hier toch verder op te gaan pakken. Dank je wel. Dank u wel. En dank je wel voor je inbreng. Je mag ook weer terug naar je plaats. Goed gedaan. De derde inspreker is Jaden den Hartog en dat gaat over het realiseren van een clubhuis waar iedereen welkom is. Nou, ik ben dus Jaden en ik wil me graag inzetten voor een clubhuis waar iedereen inderdaad welkom is. Ik wil graag zo'n clubhuis omdat alle jongeren die nu op straat zijn en die hebben vaak een plek nodig. Omdat ze, ze hebben huis, maar verder hebben ze niet echt een plek om heen te gaan. Ik wil graag daar een plek voor realiseren omdat er... ik daar best vaak in aanraking mee kom dat jeugd overlast veroorzaakt en dan vooral de wat oudere jeugd. En ja, dat is nu al een beetje, ik heb dat een klein beetje gevolgd en in de krant was er al, het poolcentrum had 1 dag voor jongeren. En ja, dat is natuurlijk een heel goed begin, alleen ja, het is 1 dag. De meeste jongeren kiezen niet uit wanneer ze, ja... wanneer ze behoefte hebben aan zo'n plek. En ik zet mij daarom graag in om in het centrum van Hardenberg, zodat het goed bereikbaar is voor iedereen, een soort van plek waar altijd jongeren heen kunnen om te relaxen met elkaar, misschien een spelletje spelen, gewoon praten, rustige plek om huiswerk te doen. Omdat ik denk dat het heel veel overlast van die er nu is door de jeugd gaat verhelpen. En... ja, dat was mijn pitch. Dankjewel voor deze pitch. Allemaal goed voorbereid ook. Wie kan ik... meneer Van der Wel heeft een vraag, mevrouw Van der Veen. Meneer Bakhuis, meneer Jager. Meneer Rodermond. Meneer Kloekhorst. Ik begin bij meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Ieder wat jij aansnijdt, dat is eigenlijk al een probleem wat al jarenlang loopt. We hebben hier een jongerencentrum gekend. Een jongerencentrum ook nog, wat iets moeilijker jongens opving, No Name. En het meer algemene jongerencentrum was OJC. Hebben we met, althans spreek ik namens mezelf, met pijn in het hart afscheid genomen. Toch is er weer grote weer een beetje hoop, want de STU is op het moment bezig met een groep om te onderzoeken van wat kunnen zij doen, met name voor de jongeren op straat, om in gezamenlijk overleg zoiets op te starten. En ik weet dat jongerenwerker Kelly daarmee bezig is. Mag ik jou die tip geven? Ja, dat mag zeker. Alleen, wat ik heb begrepen is dat de jongerencentra die er waren en ook die er nu als het ware weer een beetje gerealiseerd worden, niet allemaal natuurlijk, maar dat die vooral gericht worden op probleemjongeren. Dus jongeren die al een probleem hebben en daarmee al overlast hebben veroorzaakt. En mijn idee achter dit jongerencentrum is dat het als het ware wordt voorkomen, zodat er geen geld en andere middelen hoeven ingezet worden om dat weer recht te trekken. In mijn ogen hoeft het elkaar niet te bijten. Het is niet alleen probleemjongen, je moet ook voorkomen dat er probleemjongen komen. Dat is volgens mij ook wat Jaden bedoelde. Ja. Even kijken, meneer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. Jaden, je hebt het over jongeren die op straat zitten en staan en hangen.
en die overlast dus blijkbaar geven. Kun je mij wat meer inzicht geven in het soort overlast waar jij het over hebt? Hoe ervaar jij dat zelf? Nou, bijvoorbeeld bij ons vlakbij hebben we een soort klein speeltuintje. En daar heb je soms wel jongeren die gewoon, bijvoorbeeld als je een schoolweek hebt met toetsen, die gewoon het grappig vinden om 11:30 lekker een feestje te vieren in het speeltuintje. En dat is dan het probleem waar ik zelf last van heb. Alleen ik heb ook wel van anderen gehoord dat het vooral laat in de avond en gewoon ook soms wel overdag, dat ze gewoon ja, last hebben van die jongeren. Meneer Jager. Ja, hartstikke bedankt voor je pitch. Goed gedaan. En er is inderdaad, zoals hier ook door de andere raadsleden al wat aangegeven, een vraag naar een plek zoals jij die beschrijft. De vraag die ik eigenlijk had, die is inderdaad al gesteld. En ik wil eigenlijk weten, want je noemt in de titel dat het een clubhuis moet zijn voor iedereen. Maar zojuist ging je daarop in door te zeggen dat het dan niet alleen voor probleemjongeren moet zijn. Ik denk dat je dat ermee bedoelde. Of bedoel je daar nog meer mensen mee? Want volgens mij wil je wel echt voor jongeren natuurlijk wat hebben, hè? Ja, gewoon voor als het ware alle mensen binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Want het maakt niet, eigenlijk niet uit waar je als het ware, hoe oud je bent of wat je probleem is of je helemaal geen probleem hebt. Maar als je gewoon even toe bent aan ontspanning of een rustige plek en de situatie thuis is misschien niet helemaal optimaal, dat je dan gewoon een plek hebt om naartoe te gaan met misschien vrienden waar je kan leren en een beetje ontspannen. Ja, duidelijk pleidooi. Dankjewel. Dank u wel. Meneer Van der Wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik twijfel een beetje omdat eigenlijk meneer Rodeman mijn vraag niet stelde, maar het antwoord wat je gaf daar misschien wel een antwoord op mijn vraag was. Dus dat was. Maar laat ik dan de vraag iets anders stellen. Je zei op een gegeven moment, er is veel overlast die ik zelf meemaak. Dat kan twee dingen suggereren, dat je zelf die overlast veroorzaakt, dat je onderdeel bent van de... Maar goed, daar ga ik niet van uit. Jou nu gehoord hebben, volgens mij ben jij dan degene die er last van heeft. Kun je me dan ook vertellen, want je had het net al even over een toets maken en zo. Dat ik denk, nou, daar sla ik nog niet helemaal van achterover. Waar heb je dan het meeste last van? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, last. Het is vaak niet echt erge last, dat je er erg door wordt gehinderd of zo. Het is alleen vaak vervelend en dan heb je weer een vervelende ervaring en dan weer. En dan op een gegeven moment wordt het heel vervelend. Het zijn vaak heel veel kleine dingen. Alleen als je die kleine dingen voorkomt, heb je uiteindelijk ook niet één grote hoop kleine dingen die samen een hoop last vormt. En heb je daar ook zelf al wat aan geprobeerd te doen? Nou, ik heb vaak wel, als het wat meer kleinere groepjes jongeren zijn, wel even aangesproken. Alleen de grote groepen jongeren, ik als 12-jarige ga natuurlijk geen groepen van 12, 16-jarigen aanspreken om ze tegen te houden, als het ware. Maar ik probeer daar zelf wel rekening mee te houden. Dank u wel, meneer Van der Wel. Meneer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk, Jaden, zijn vraag er een beetje tussenin naar allerlei antwoorden die ik gehoord heb. Je hebt het echt over een plek voor waar iedereen welkom is. Maar ik kan me ook voorstellen dat een jongen van jouw leeftijd, 12, 13, dat hij een ander soort van maken dan bijvoorbeeld 18, 19. Als we het alleen al hebben over bijvoorbeeld drankgebruik, alcohol. Heb je daar je gedachten over laten gaan en kun je iets concreter zijn als je zegt van die leeftijdscategorie, daar mik ik echt op? Nou, ik mik natuurlijk het meeste op de leeftijdscategorie, ik denk 14 tot en met 18. Want vaak als er jongeren echt overlast veroorzaken, wat mijn ervaring is dat ze vaak 14 of ouder zijn tot ongeveer 18, 19 jaar. Dus daar richt ik het meest op, maar natuurlijk zijn jongeren van 12 en 13, als dat al echt jongeren zijn, die zijn natuurlijk ook welkom, want die hebben soms ook een rustige plek nodig. En qua alcoholgebruik, wat u net noemde, ik denk dat als dat clubhuis er komt, of clubhuis noem ik het nu, een soort jongerencentrum,
dat er wel als het ware een soort van plek is waar je voor een bedrag een drankje kunt kopen. Maar bijvoorbeeld geen bier of dat soort dingen. Gewoon echt softdrinks, oranje, Fanta, cola, water, dat soort dingen. Mooi, dankjewel. Mevrouw van der Vee. Ja, Jaden, wat fantastisch dat je hier staat. En wat een initiatief dat je op zo'n jonge leeftijd hier een pitch komt houden over een jongerencentrum. En ik moest daarbij ook even denken aan het jongerencentrum Chill Out in Dedemsvaart. En een vraag die eigenlijk bij mij een klein beetje speelde nog. Heb jij het idee dat jongeren zoals jij, die niet per se een probleemjongeren zijn, op dit moment ook actief genoeg gevraagd worden om mee te denken voor een nieuw jongerencentrum wat er misschien al aan zit te komen hier in Hardenberg? Nou, het is wel echt meedenken, vaak niet, maar er is wel al meerdere initiatieven, waaronder Democracy, waarmee jongeren wel worden gevraagd van, ja, wil je alsjeblieft meedenken, want ja, om allerlei soorten redenen. En daarom, ja, ik denk sowieso, om even echt op het centrum terug te komen, dat er, als het echt gerealiseerd gaat worden, dat er echt wel veel jongeren zijn die erover willen meedenken en willen helpen, omdat die het zelf ook gewoon een mooie plek gaan vinden en het hopelijk ook gaan waarderen dat er zo'n plek is in Hardenberg. En als ik daar nog een korte vraag op mag aan laten sluiten, hoe denk jij dat dan de jongerenwerker of de beleidsmedewerker die zich daar bezig mee gaat houden, het beste die jongeren kan bereiken? Nou, dan is even een vraag. Bedoelt u dan de jongeren die er zitten en dan als het ware een soort van praten daarmee en daarmee bereiken? Of bereiken met, wil je alsjeblieft mee gaan denken over het idee? De tweede groep. Oké. Nou, ik denk dat de jongerenwerker sowieso wel kan motiveren. Vooral met jongeren die daar wel behoefte aan hebben aan zo'n plek. Want als jullie mee gaan denken, dan komt er uiteindelijk gewoon een mooie plek naar ook jullie ideeën. Zodat het voor jullie natuurlijk ook gewoon optimaal is. En ik denk dat veel jongeren, als ze daar een beetje enthousiast voor worden gemaakt, daar echt wel aan willen meedoen. Dankjewel, Jaden, voor je inbreng en het beantwoorden van de vragen. Je mag weer gaan zitten. De volgende is Giovanni Davids en het gaat over het jongerencentrum in Stad Hardenberg voor hangjongeren. Weet je zeker dat je de goede bent? Nou, Giovanni is helaas niet. Je valt in voor Giovanni. Ja. Oké. Want blijkbaar is de afspraak met van de commissaris van de Koning lukt wel, maar voetbalselectie lukt dus niet. Ik lees even letterlijk voor wat Giovanni mij heeft gestuurd. Hallo, ik ben Giovanni. Ik ben 16 jaar. Ik woon al mijn hele leven in een pleeggezin, omdat mijn ouders niet zelf voor mij konden zorgen. Ik heb mazzel, omdat mijn pleegouders goed voor mij zorgen. Ik heb 2 pleegzussen en 1 pleegbroer. En voor mij voelen ze als broer en zus. Voor mij, omdat ik er al lang woon en hun kennen mij vanaf mijn geboorte. En ik spreek mijn vader en moeder nog wel. En ik ga elke vakantie naar mijn vader. En ook naar mijn moeder. En ik doe mee aan Democratie omdat Kelly me vroeg, omdat ik best een goede idee had over jongeren. Toen leek me wel leuk om mee te doen, want toen had ik gelijk een doel. En dat is dat we een jongerencentrum kregen in de stad. Toen ik 14 was, ben ik ook in aanraking gekomen met de politie. Want we gingen steeds hangen over straat en sneeuwballen gooien. En dat vonden mensen niet leuk. Want toen zijn we in aanraking gekomen met politie en halt. En daardoor ben ik veranderd. Omdat ik nu goede vrienden heb uitgekozen en Hardenberg een stukje bij stukje wil veranderen. En wij zijn ondervraagd door de politie. Omdat wij zaten te kloten. Want ze vroegen vragen. En ik loopte mee met hun, maar ik was wel betrokken. Daardoor. En toen moesten we naar halt en ik heb gewerkt voor straf bij de slag. En daar heb ik van geleerd. En moest huiswerk maken. Want er stond in hoezo je het hebt gedaan. En toen was ik klaar. En daar heb ik van geleerd. En ik heb geleerd dat je met goede vrienden moet omgaan. En dat als er iets ergs gebeurt, dat je gelijk ergens anders naartoe moet gaan. En waarom een jongerencentrum in de stad? Om bij elkaar te komen. Maar
Dat kan in de stad ook, dat klopt. Maar in jongerencentrum maak je geen geluidsoverlast. En in jongerencentrum kan je wel bijna alles doen. Met problemen komen, gezelligheid, muziek maken enzovoort. Maar als je geen jongerenwerker is, kan je ook niet over problemen praten en kan er geluidsoverlast ontstaan. En dat wil niemand. En ik vind het belangrijk, want het is ook leuk en je bent met elkaar bezig. En je zit gewoon binnen. En als het er is, wil ik graag meehelpen met activiteiten en bardings draaien. Maar ook helpen met klussen, omdat je toch geprobeerd hebt dat er een jongerencentrum komt. Dat was het. Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat het misschien moeilijk is om vragen te beantwoorden. Omdat het niet van jezelf is. Ik weet ook niet of er vragen zijn. Zullen we dat maar niet doen? Want dat is lastig. Voorzitter, mag ik toch niet zozeer een vraag als wel een opmerking meegeven? Dank voor het voorlezen overigens. Ik had een vraag eigenlijk zojuist nog aan Jeden die ik niet heb gesteld. Ik dacht van nou, misschien is dat een wat moeilijke vraag. En toch is die beantwoord door deze inbreng. Dus zou je aan Giovanni willen doorgeven dat ik hem dank voor zijn verhaal? Omdat ik het een mooi verhaal vind. En mijn vraag namelijk was aan Jeden. Denk je dat er jongeren die hangen en rare dingen doen op straat zitten te wachten op een dergelijk jongerencentrum? En die vraag is dus met verve en mooi beantwoord. Dus nogmaals, jij bedankt voor het voorlezen en Giovanni bedankt voor deze inbreng. Dankjewel. Dan mag je weer gaan zitten voor de tweede keer. De laatste inspreker is Doreen Olsman en dat gaat over een jongerencentrum waar ook AZC-jongeren welkom zijn. Goedenavond allemaal, mijn naam is Doreen Olsman en ik ben 16 jaar. Ik heb meegedaan aan het Democratie Festival omdat ik sta voor vrijheid, voor elke cultuur en vrede en gelijkheid in elk land. Ik vind dat er in Nederland weinig dingen worden gedaan waar statushouders, asielzoekers en Nederlanders elkaar beter kunnen leren kennen en elkaar kunnen ontmoeten. En doordat dat weinig georganiseerd wordt, is er nog veel discriminatie en racisme. En ik vind dat iedereen elkaar moet accepteren. Ook al heb je een andere huidskleur, ook al heb je een andere afkomst of cultuur, maakt niet uit, want je bent jezelf. En ook vind ik dat er bij ons in Hardenberg een ontmoetingsplaats moet komen voor Nederlanders, statushouders en de asielzoekers. Aangezien de jongeren nu veel op straat hangen en daardoor ook snel de naam hangjongeren krijgen. En terwijl deze gedachten helemaal niet nodig zijn. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan op AZC en daar ben ik achter gekomen dat heel veel Nederlanders een nare gedachte hebben over de vluchtelingen of een oordeel. Terwijl het helemaal niet nodig is. Deze mensen zijn naar mijn mening veel beleefder dan normale Nederlanders. Zij hebben zoveel voor jou over dat dat eigenlijk gewoon onbeschrijfelijk is. En nou ja, als je kijkt naar Gazal, ze spreekt binnen een half jaar hartstikke goed Nederlands. Dat is onbeschrijfelijk. Omdat de jongeren op AZC, ze hebben hun eigen ding. Ze willen ook de buitenwereld leren kennen. En daarom vind ik ook dat ik die plek ergens of in het centrum of bijvoorbeeld ik ben met Kelly, de jongerenwerker, bezig om bij de Stuw een ruimte te krijgen om een jongerencentrum te maken. Daar ben ik samen met Kelly mee bezig met een paar andere jongeren. En ik vind gewoon dat daarvoor een plek moet komen, zodat ze elkaar kunnen ontmoeten en dat de AZC'ers ook sneller Nederlands kunnen leren. Dankjewel Doreen. Zijn er vragen? Mevrouw Soeten, meneer Van der Wel. Ja, meneer Jager. Meneer Wiet. En meneer Jonker, of was het mevrouw Kloekhorst? Mevrouw Kloekhorst. Mevrouw Soetega. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor je inbreng, mooie pitch. Ik ben het met je eens dat de wereld ons gemeenschappelijk huis is. En dat eigenlijk alle plekken voor ons allemaal zouden moeten zijn.
Wat maakt, weet jij dat misschien, wat maakt dat een normaal jongerencentrum, hè, waar dat niet heel specifiek benoemd is, dat het voor iedereen is, ongeacht welke afkomst, dat dat misschien niet als welkom voelt voor de jongeren? Begrijp je hoe ik het vraag? Want ik merk dat ik zelf wat ingewikkelde vraag stel. Nee, maar kijk, een jongerencentrum zou in principe voor iedereen welkom moeten zijn. Ja, hoe gaan we dat realiseren dat dat zo gevoeld wordt? Nou, ik denk dat de Nederlandse jongeren zich niet durven open te stellen voor de jongeren van het AZC. En puur omdat ze die verhalen horen van wat er bij hun in het land gebeurt. En want ik zie dan nu ook, is er in het poolcentrum is er dan op dinsdagmiddag is die open. En daar zijn een paar jongeren van het AZC, die zijn er. Maar de Nederlandse jongeren die zijn eigenlijk een beetje in een hoekje van, oh, ik ga daar wel. En dan hebben hun daar, want dan kunnen hun met hun eigen vriendengroepje daar met z'n allen lekker spelen. Eigenlijk zo'n gevoel heb ik. Zo kijk ik erop. Angst voor het onbekende misschien, zou dat kunnen? Ja, zoiets denk ik wel. Ja. Dank u wel. Meneer Van der Wel. Nou, de CDA-fractie ligt dusdanig op één lijn dat ik eigenlijk precies dezelfde vraag had. Dus laat het gaan. Meneer Jager. Ja, dankjewel. Goed dat je de AZC-jongeren betrekt in je verhaal. En ook een zwaar onderwerp als racisme durft mee te nemen in je betoog. Heel knap. Ja, je hebt er net ook wel wat dingen over verteld, dus ik heb het wel een beetje aangevoeld. Maar vind je dat op dit moment de AZC-jongeren voldoende worden meegenomen in de Hardenbergse samenleving? Nee, ik vind dat eigenlijk niet. Omdat er wordt sowieso weinig voor jongeren georganiseerd. Maar als er iets wordt georganiseerd, dan wordt het heel snel op scholige eigenlijk een beetje aangespoord om te komen, bijvoorbeeld op Vechtdal of op het Nieuw Vesten. Terwijl je ook naar de taalschool kan gaan, zodat je die AZC'ers er ook bij kan betrekken en hun dus ook een andere omgeving zien en in plaats van alleen hun eigen groepje. Heel goed, dankjewel. Meneer Wiet. Ja, dankjewel. Ook van mijn kant, goede pitch. Ik heb wat vragen. Je geeft aan dat je vrijwilliger bent op AZC. Dit is echt een heel mooi plan. Heb je dat ook voorgesteld aan het AZC en wat hebben ze daarop gezegd? Nou, ik ben nu niet heel actief meer op het AZC. Ik heb eerder altijd gewoon met kinderactiviteiten van 6 tot 12 heb ik gedaan. Maar we zijn nu wel met Kelly ook bezig, omdat als het jongerencentrum echt klaar is en er ook echt zij ook weet dat het zeker is dat het kan gebeuren, dat we dan eigenlijk een soort van aankondiging doen, ook bij het AZC, van dat gaan we doen en willen jullie er ook in meewerken. Ik ga vanuit dat je met Kelly bedoelt, Kelly van Ginkel, de jongerenwerker. Ja. Ja. Okay. Dus dan loopt het dus. Ja, het loopt inderdaad. Okay. Nou, geen vraag meer. Dank u wel. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Allereerst een mooie bijdrage, mevrouw Olsman. Dank. De achternaam ook even noemen, lasten van de voorzitter. Je geeft eigenlijk al aan, hè, we willen graag een centrum, een open jongerencentrum waar iedereen welkom is. Ja. Heb je ook contact met de andere initiatiefnemers? Dus met meneer Den Hartog, Jeden, en meneer Davids, Giovanni? Met Giovanni zeker, maar met Jeden nog niet. Dus ik zal Kelly doorgeven dat hij ook erbij moet komen, zodat hij ook zijn idee kan. Nou, je geeft eigenlijk al antwoord op mijn vraag. Werken jullie ook samen, hè, vanuit al die verschillende hoeken en eigenlijk ook wat jullie allemaal willen, ja, om dat ook gezamenlijk voor elkaar te krijgen? Ja. Nou, dat vind ik gewoon echt super. En dan heb ik eigenlijk een vraag die niet voor jou is, maar even voor de portefeuillehouder. Die iets vindt van jongerencentra. Wij hebben namelijk ooit eens een motie aangenomen in deze raad, waar we gezegd hebben, we willen ook een visie op jongerenwerk en jeugdwerk. En zou een jongerencentrum, als ik dit zo hoor, daar ook onderdeel van moeten zijn? Ik vind van wel, ja. Oké. Nou, dan ga ik dat nog eens even aan de wethouder vragen, wat zij daarvan vindt. Dank je wel.
Voorzitter. Meneer Stelpstra. Dank u wel, mevrouw Olsman. Dank voor uw mooie bijdrage, Pitch. Ik was even benieuwd, hè, want je stipt het net zelf ook al aan. Hè. Je ziet heel snel dat er bepaalde groepsvorming optreedt tussen bepaalde groepen. Heb je ook nagedacht over activiteit, hoe je die groepen met elkaar in verbinding zou kunnen brengen? Ik denk als je een activiteit organiseert, bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, dat je groepjes moet gaan maken om te gaan husselen. En niet de vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar, maar gewoon iedereen door elkaar heen, zodat ze ook gewoon contact blijven maken met elkaar. Ja, ik denk ook dat je naast een gebouw ook een, ja, echt een activiteitenkalender nodig hebt om de jongeren ook echt met elkaar te kunnen mixen. Dus ik vind het een geweldig idee, maar er zit denk ik nog wel wat werk aan. Dus ik wens je veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Volgens mij heb je alle vragen beantwoord. Ik wil alle insprekers vanavond heel erg bedanken voor de inbreng. Ik vind het ook echt stoer dat jullie dat hier hebben gedaan. Dat zal best wel, volwassenen vinden het vaak al eng, dus het zal best wel een drempel zijn geweest. Heel goed. Nou, dan sluit ik dat hierbij af. Je mag weer gaan zitten. En wij gaan naar het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 5. Dat gaat over de vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Het voelt een beetje als een anticlimax, moet ik zeggen. Wie kan ik hierover het woord geven? Nou, dat schiet mooi op. Niemand wil het woord. Dat betekent dat het als hamerstuk doorgaat naar de raadsvergadering. Iedereen mee eens, heel goed. Rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Niemand. Dan sluit ik hier bij de vergadering. Doe ik nog even de herhaling van de mededeling van zojuist. Meneer Van der Wel, die vangt het al niet meer op. Oh, hij loopt al naar buiten, heel goed. Dan stel ik voor dat we nu even met z'n allen naar buiten lopen. Dank u wel.